Het is nog geen maand geleden dat u in de zomer kon genieten van al het groen in de stad. En meer groen in de stad is net wat de partij Groen ook graag wil bereiken. 554 hectare aan nieuwe parken, bossen en tuintjes. Als je aan de Antwerpenaar vraagt, zeker binnen de ring, wat is er hier een probleem? Dan is dat enerzijds mobiliteit en anderzijds een tekort aan groen. Het tekort aan groen is een reden voor mensen om uit de stad te trekken. Dus dat is echt een prioriteit om aan te werken voor de inwoners van de stad. Vooral belangrijk is het groen dat erbij komt dankzij de overkapping van de ring. Net als de kleine tuintjes die de wijken moeten opfleuren. Ook komt er meer dan 200 hectare nieuw groen in Deurne. Daar moet de luchthaven wijken voor een park dat bijna 10 keer zo groot zal worden als Park Spoor Noord. Het is zeker realistisch. Niet van vandaag op morgen. Het is stap voor stap, maar het kan. Het vereist natuurlijk politieke keuzes. Bijvoorbeeld, hou je het vliegveld van Deurne open of doe je het dicht? Ga je in de toekomst en stapsgewijs voor die overkapping van de ring of niet? Dat zijn keuzes die daarmee samenhangen. Je kan er ja of nee op zeggen. Wij zeggen daar ja op. We gaan voor groen op de ring en we gaan op groen op het vliegveld. En zeker ook, er zal geld voor nodig zijn. De partij rekent op een bijkomend budget van 5 miljoen euro per jaar voor een termijn van 6 jaar.